De geschiedenis van het toneel in het Nederlands begint met een groep van tien spelen, zes kluchten en vier ernstige toneelstukken uit de tweede helft van de 14e eeuw. Die ernstige stukken staan bekend als de Abele Spelen. Twee van die Abele Spelen, namelijk Esmorijt en Gloriant, handelen over de liefde tussen een man die oorspronkelijk uit het Westen komt en een vrouw uit het Oosten. Dat verschil in plaats is uitdrukkelijk ook een verschil in geloof, de islam en het christendom. Het verschil staat hun geluk in de weg, maar liefde overwint alles. Hoe verbeelden de Spelen de kloof tussen West en Oost? En hoe wordt die kloof overbrugd? Die vragen staan hier centraal. Waar gaan de stukken over? De plot van Esmoreit is het ingewikkeldst. In het westen, op Sicilië, wordt de koningszoon Esmoreit geboren. Hij is de lang verwachte troonopvolger. De neef van de koning, Robrecht, ziet door deze geboorte het koningschap aan zijn neus voorbijgaan. Daarom ontvoert hij het jongetje. Ondertussen heeft in Damascus een astroloog in de sterren gezien dat er in het kerstenriek dus in de christelijke wereld een kind geboren is dat de koning van Damaskus zal doden zijn dochter zal trouwen en bovendien zal deze dochter christen worden. In een poging om deze voorspelling niet te laten uitkomen gaat de astroloog, zijn naam is Plautus, op zoek naar het kind. Koopt het vervolgens van Robrecht en zo wordt Esmorrid opgevoed aan het hof van Damascus door de prinses Damiet, die denkt dat hij een vondeling is. 18 jaar verstrijkt. Intussen is Damiet smorf lief geworden op Esmorrid. Als Esmorrid dit ontdekt, wil hij voor alles zijn afkomst leren kennen. Hij reist af naar Sicilië, waar hij te weten komt dat hij de zoon van de koning is. Damiet en Plautus reizen hem achterna en dan volgt de grote ontknoping. Plautus ontmaskert Robrecht als degene die Esmeraide ontvoerde. Robrecht wordt veroordeeld tot de galg en Esmeraide en Damiet worden het nieuwe koningspaar van Sicilië. Het andere spel Gloriant gaat als volgt. Gloriant, de hertog van Brunswijk, denkt dat geen vrouw goed genoeg is om met hem te trouwen. Maar een even hooghartige Oosterse vrouw, Florentine van Abeland, denkt dat hij juist voor haar een passende echtgenoot zal zijn. Daarom stuurt zij hem haar portret met het gewenste gevolg: Gloriant wordt verliefd op haar en gaat naar haar toe. Er is echter een belangrijke hindernis. Er is een vete tussen de beide families, doordat enkele verwanten van Gloriand eerder verschillende familieleden van Florentine gedood hebben. Op een onbewaakt moment worden Gloriand en Florentine gevangen genomen. Gloriant weet echter te ontsnappen, redt vervolgens Florentine en neemt haar mee naar Brunswijk, waar ze hartelijk ontvangen worden. We zien dus dat de Spelen Esmoreit en Gloriant zich afspelen in twee verschillende gebieden. De moeilijkheden die de geliefden ondervinden zijn direct verbonden aan dit verschil in plaats. Als Esmoreit in Dabast ontdekt dat hij een vondeling is, moet hij eerst proberen zijn ouders en daarmee zijn identiteit te vinden op Sicilië. Gloriant moet Florentin uit het gevaarlijke Abeland zien te halen om haar mee te nemen naar Brunswijk het verschil tussen beide gebieden wordt vooral uitgebeeld als een verschil tussen twee verschillende geloven of nog preciezer een verschil tussen de goden die veelvuldig worden aangeroepen bij de eerste ontmoeting van Gloriant en Florentin bijvoorbeeld zegt Florentin Wist mijn vader, die rode leeuw, dat wie hier beiden vergaderd zien, wie mijn god Apollin, onzer beider lief, dat waren verloren? In vertaling, als mijn vader het zou weten, de rode leeuw, dat wij beiden hier bij elkaar zijn, dan zouden we ons leven verliezen, bij mijn god Apollin. Waarop Gloriant antwoordt. God, die van der Maagd was geboren, moet ons beider hoeder zien, o Uitverkoren Florentijn. In vertaling: Jezus, die uit de Maagd Maria geboren is, mogen ons beide beschermen, o Uitverkoren Florentijn. Als godenamen worden vooral Apollin, Mahoon en Tervogant gebruikt. Ze komen in Esmeride in totaal 31 keer voor en in Gloriant 29 keer. Het is een merkwaardig rijtje. Apollin verwijst naar de Griekse god Apollo, Mahoun is een verbastering van de naam van de profeet Mohammed en dervolgend gaat mogelijk terug op Hermes Trismegistus, de Griekse naam van de Egyptische god Thot. Dit mengelmoesje van namen laat zien welke voorstelling men zich in het Westen maakte van de islam als een religie waarin verschillende goden vereerd worden. Maar verder wordt het verschil tussen oost en west niet breed uitgesponnen. Dat valt vooral op als we de spelen vergelijken met Flores en de Blanzenvloer. Die tekst is alleen aan ons overgeleverd als roman, maar uit vermeldingen in archieven weten we dat er ook een toneelstuk met die titel heeft bestaan. Ook hier worden de geliefden van elkaar gescheiden. De liefde tussen Flores, de zoon van een moslimkoning, en Blanchefloer, de dochter van een christelijke gravin, wordt gedwarsboomd. Blanchefloer komt terecht in de harem van de emir van Babylon, maar uiteindelijk kunnen Flores en Blanchefloer samen terugkeren naar Spanje, waar ze het nieuwe koningspaar worden. Als we deze roman vergelijken met de Spelen Esmorijd en Gloriant, springt allereerst in het oog hoe kaal de Abel spelen eigenlijk zijn. Of anders, hoeveel meer aandacht er is in Flores en Blanzenvloer voor het oosten als een exotisch, luxueus, maar ook gevaarlijk gebied. Er is veel aandacht voor de pracht van het exquise paleis van de emir, maar de emir is ook een vredeheerser die de gewoonte heeft ieder jaar een andere vrouw te kiezen en aan het einde van dat jaar die vrouw te laten onthoofden. Zo'n schildering van het Oosten, als even luxueus als gevaarlijk, ontbreekt in Esmerayt en Gloriant. Tot op zekere hoogte zal dat met een verschil in genre te maken hebben. Een roman biedt ruimte aan beschrijvingen en een toneelstuk niet. Maar de vergelijking laat ook iets zien over de houding ten opzichte van het oosten. Esmoreit begint met de voorspelling van Plautus, die de handeling snel op gang brengt. In de middel-Nederlandse literatuur komt zo'n voorspelling vaker voor en die wordt dan steeds gedaan in een exotisch rijk. De voorspelling draagt dus bij tot de sfeertekening. Maar Plautus en ook de koning van Damascus zijn niet boosaardig. De echte slechterik van het stuk is Robrecht, die tot de wereld van Sicilië behoort. In Gloriant is de vader van Florentien zeker een geduchte en haatdragende tegenstander. Maar de vete is begonnen door de familie van Gloriant, dus in het Westen. Het huwelijk tussen Florentine en Gloriant is uiteindelijk niet problematisch. Ook al is haar vader een moslim, haar ouders zijn wel van hoge geboorte en dat is het belangrijkste. Kortom, in Esmerreit en Gloriant wordt er geen vijandbeeld van het oosten geschetst. Die wereld is niet kwaadaardig, maar wel ver weg en vooral heidens. Maar de drie besproken teksten Esmerijt, Gloriant en Floris en de Blanzenvloer beschouwen impliciet het christelijke Westen wel als de vanzelfsprekende standaard, zoals blijkt uit de bekeringen. Als Esmerijt terug is aan het hof van Sicilië, zegt zijn vader dat hij zich moet bekeren. Maar Mamet en de Apolline, die zo moet hij nu vertieën en de geloven aan de Marie en aan God, den overste vader. In vertaling, maar Mohammed en Apolline moet je nu afzweren. En je moet voortaan geloven aan Maria en aan God, de hemelse vader. En dat doet Esmerheid, zonder enige aarzeling. In het andere abelus blijkt de islamitische Florentien plotseling tot het christendom bekeerd. wanneer zij in de gevangenis tot de christelijke God bidt. Maar aan die bekering wordt geen enkele aandacht besteed. En in Floris en de blanzenvloer trouwt de moslim Flores met de christelijke blanzenvloer. Zij worden de vorsten van het islamitische Spanje. Flores laat vervolgens niet alleen zichzelf, maar ook al zijn onderdanen tot christen dopen. In alle drie de teksten eigent het westen zich het oosten toe en is een bekering tot het christendom een noodzakelijke voorwaarde voor een huwelijk. Een einde waarin een van de geliefden zich tot de islam zou bekeren, is in deze gedachtenwereld letterlijk onvoorstelbaar.